panel ETE op tv. ik werk hier dus al een tijdje aan. Ik moet verzamelen om in beeld te verschijnen. Nou, bij deze dus. Dus even kijken hoe dat met het testje gaat. Dit is... is dit een Daily Minutes? Ik heb geen idee. Maar het is in ieder geval wel een vlog, een podcast. Je ziet in het raam de reflectie van mijn koelkast. Daar had ik eigenlijk niet op gerekend. Maar ja, camera in de hand, niet op een statief. Dat gaan we nog gaan werken. En, ik vind de kleurcorrectie ook niet helemaal goed. Maar goed, we zullen zien. Ik heb een aantal rare petjes gekocht. Ook leuke petjes voor om in beeld te verschijnen. Om het beeld toch wat boeiender te maken. En zo heb ik wat meer grappen en grollen. En ja, ik denk ook dat Martine, mijn kat, toch geregeld in beeld zal verschijnen. Ik denk dat veel mensen dat leuk vinden. Ja, Daily Minutes dus. Daily Minutes gaat over, even kijken, in ieder geval over radioamateurisme. Maar ik wil ook meer doen over populaire wetenschap in het algemeen. En misschien nog wat andere onderwerpen. Dus ik ga eens kijken hoe zich dat gaat ontwikkelen. En ja, ik blijf wel elektronica laten zien. Want dat blijkt het heel goed te doen. Als ik bijvoorbeeld een TR-USDX laat zien. Ja, dan loopt het aantal kijkers loopt echt enorm op. Dat kun je direct zien. Ja, we gaan eens kijken. Ook hoe ik me zo voordelig mogelijk in het scherm kan brengen. Want ja, ik ben ook al 65. Ik zie er natuurlijk uit als een oude vent. En dat wil ik helemaal niet. Nou ja, zo oud zie ik er ook niet. Ik mag niet mopperen. Ik heb een gezicht voor radio, dat wel. Maar mopperen hoef ik niet. Nou, 2 minuten vol gepraat. Het is wel leuk. Ik heb speciaal deze camera even tevoorschijn gehaald. Want dan kan ik mezelf in het scherm zien. Dat maakt het tegelijkertijd erger en minder erg. Kan ik zeggen. Dus, maar... Daily Minutes. Daily Minutes rules.